gemeentebestuur heeft besloten om jouw Bonifatiusspeld toe te kennen. Fantastisch. Proficiat. Ja, prachtig. Dankjewel. Op de online nieuwjaarsreceptie van de gemeente Almere kreeg Jan-Dirk Pruim de Bonifatiusspeld. De nietsvermoedende griffier is blij met de onderscheiding. Het is voor mij echt een prachtige onderscheiding van een hele mooie stad. Almere werk ik met heel veel liefde en plezier. En dat niet alleen, ik ben er ook heel veel. Een van mijn kinderen heeft er gewoond, dus het zit echt diep in mijn genen. Had u het stiekem niet verwacht? Nee, volstrekt niet. Ik had volstrekt niet verwacht. Een griffier weet toch alles? Ja, maar in dit geval niet. En misschien ben ik daarin wel redelijk naïef. Mijn collega's hadden me inderdaad met een bespreking richting stadhuis gebracht. En toen ik de setting zag, dacht ik van goh, dat heeft blijkbaar iets met mijn afscheid te maken. Ze zijn wel vroeg. Is er nog iets wat je ons, mij, mee wil geven? Ik hoop dat Almere de ambitie vasthoudt die in 2002 al is geuit. Dus ik dacht, nou ja, dat is voor de raadsleden en voor mijn collega's. En ze maken alvast een filmpje. Nou, een beetje vroeg, maar wat leuk. Ja. Totdat op die ambtsketen omkwam, dacht ik, nou, wat er nou gaat gebeuren. Nou, toen wist ik het even niet. Nee. Je bent een echte steenbok, zeg ik wel eens, die op zijn rots kijkt naar beneden en de boel in de gaten houdt. En zo betrokken is, jezelf wegcijfert. Nou ja, die echte steenbok, die typering is mij wel vaker gegeven. Maar of ik het nou van boven naar beneden bekijk, nee. Ik ben wel, zeg maar, ik probeer altijd in mijn werk ook wel dienstverlener te zijn. Dat brengt die functie ook met zich mee. Hè. Dus zowel eerder als gemeentesecretaris als griffier, dat zijn toch functies waarbij je dienstbaar bent aan het college, raad en een burgemeester. Pruim kreeg in 2014 al, uit handen van burgemeester Jorritsma, de erepenning van de stad. Bij de viering van 10 jaar politieke markt. Een concept dat hij bedacht heeft, een hoogtepunt. Toch steekt de Bonifatiusspeld daarbovenuit. Ja, dit is de hoogste onderscheiding van de gemeente Almere. Dus ja, er is er maar één. En wordt ook, zeg maar, sporadisch verleend. Dus ja, voor mij steekt hij er echt bovenuit. Het is echt heel bijzonder. Een dieptepunt vindt Pruim de gevolgen van corona en het digitaal vergaderen van de gemeenteraad. Dat zal tot meer politieke conflicten leiden, zei hij het afgelopen jaar. Echt debat vraagt toch wel even elkaar aankijken. In je ooghoeken zien dat iemand mismuilend kijkt of heel opgewonden is. Daarop anticiperen. Dus het is taal, het is ook houding. Ja, dat heb je nodig. Na de onderscheiding met de Bonifatiusspeld werkt Pruim nog tot mei. Daarna gaat hij met pensioen. En het kan best zijn dat er nog eens een keer een vraag komt of je iets wil doen binnen het openbaar bestuur. Als ik van betekenis kan zijn, dan zou ik geen nee zeggen, maar het is niet het doel op zich. Ik ben niet erop uit om te zeggen, oh jee, nou val ik straks in een zwart gat. Nee, er is nog zoveel moois mee te maken, maar ik blijf lokale politiek, ik blijf Almere zeker meer dan gemiddeld volgen.